Hallo ladies and gentlemen. Ik heb heel goed nieuws en heel slecht nieuws. Goed nieuws is, vandaag een nieuwe video. En ik heb mijn box logo. Mensen die willen zien of hij echt is ofzo, ik ga op het einde van de video wel legit check doen ofzo. Slechte nieuws is dat ik mijn enkel heb gebroken. Of toch is ze gescheurd of verkneusd of verkneusd. Deze enkel is fucked. Als ik wandel dan is het fucked op. Snap je dat? Dan loop ik zoals een fucking kreupele oermens ofzo. Wat deden ze eigenlijk in de prehistorie als iemand zijn enkel had gebroken? Dat wisten ze niet eens dat het ding gebroken was. Dan was er geen dokter of zo die dat even een gipsje kon steken. Check dit. Weet je hoe scared dit is als ik zo moest stappen? Die rechterbeen is zo fucked als iets. Fuck. Ik weet niet of jullie een verschil kunnen zien, maar deze staat toch wel dik. Deze is wel fucked. Dat is allemaal gisteren gebeurd, toen ik weer dacht dat ik kon skateboarden. Het is allemaal verkeerd gegaan op mijn skateboard. En hoe het is verkeerd gegaan, daar heb ik een hele leuke theorie voor. We hebben ook de 20.000 likes gehaald op mijn vorige video. We hebben er veel meer gehaald, dus thanks for that. Even om uit te leggen hoe de fuck dat ik mijn enkel heb gebroken. Ik ging dus skateboarden op een echt skateboard. En toen gebeurde dit. Kijk, ik ga er een papiertje bij nemen om te tonen met het tekenen. Dit is niet zo cool. Dus ik was aan het skaten in het skatepark en ik deed een varial kickflip over een redelijk grote gap. Niet zo groot, maar gewoon normaal. Hopelijk moeten ze mijn voet niet afzetten, anders ga ik gewoon uit mijn raam springen en breken mijn andere benen ook. Snap je, aan één been heb je... Dus ik deed een varial kickflip, first try, ik land die en ik denk van, what the fuck, het is gelukt. Toen gebeurde dit. Yeah. Dus dit is de kolom van skill. Dit is de kolom van zelfvertrouwen. Dit is dus de moed die je bijeen moest sprankelen of sprang. Ik weet niet wat de fuck dat is. Dus laten we zeggen dat ik gisteren in het skatepark binnenkwam en dat ik heel weinig zelfvertrouwen had. Vaak heel weinig. Dat mijn skill wel redelijk hoog was, want ik kon wel redelijk veel shit. Maar ik had nog niet de moed om die shit allemaal te gebruiken. Maar dus op het moment dat ik die Vario kickflip geland heb, over dat ding wat ik nooit had verwacht, en het was dan nog eens first try ook, kreeg ik dus heel veel zelfvertrouwen bij. Echt heel veel zelfvertrouwen, tot die gewoon tot hier gevuld was, en dat ik meer zelfvertrouwen had dan skill. Dus ik geloofde echt in mezelf, en ik dacht dat ik heel goed kon skateboarden. En op dat moment probeerde ik dus nog iets, en ik spring op een hele hoge ding. Ik ollie ergens op, en ik dacht van, ik kan heel goed skateboarden. Ik heb net de Vario kickflip gedaan. Het is first try gelukt. Ik heb die gewoon over iets gesmeed en is gelukt. Toen ollie'de ik dus op een box. Toen probeerde ik daarvan te heel flippen. Dus ik reed fucking snel op dat ding. Maar ik dacht van, ik kan skateboarden. Ik heb genoeg skill om dat te doen. Maar dat is dus niet zo. Want als je goed kijkt, zie je dat de zelfvertrouwen bar veel hoger zit dan de skill. Ik dacht dus dat het ging lukken, maar ik lag de skill en toen heb ik mijn enkel gebroken. Dit is een voet of zo. Dit zou een voet moeten zijn. Snap je? Het is niet omdat je één keer iets goed doet in je leven dat je meteen denkt van, nu kan ik alles. Dus ik deed die heel flip en ik pak die met mijn achterste voet vast. En ik land die zo half in de lucht. Maar ik zet mijn voorste voet, deze dus, naast mijn skateboard. En toen heb ik die heel hard fucking omgeslaan. En ben ik daar met mijn volle 60 kilo op gaan staan. Dus deze voet heb ik gebroken. Dus hiermee kan ik het niet tonen. Dus ik land en ik plooi die om. En ik sta daarop en ik val, ja, val er hard op. En tot nu ben ik eigenlijk nog altijd niet naar de dokter geweest. Het is nu ongeveer, weet ik veel, 10 uur geleden of zo dat het is gebeurd. En mijn mama zei dat ik naar de dokter moest gaan. Maar ik kan niet wandelen. Wacht, mijn mama dat ik al stappen naar de dokter ga gaan. Maar mijn fiets kan ik ook niet gaan, want mijn fiets is fucked up. Die banden zijn echt kapot. Ik kan ook niet skateboarden naar de dokter, want what the fuck. Dus ik ga straks wachten tot mijn mama thuis is en dan ga ik naar het ziekenhuis. Als ik te lang wacht, dan groeit mijn voet waarschijnlijk gewoon helemaal verkeerd. Kan ik nooit meer stappen en zo. Afgezien van al die shit, als ik mijn voet moet afzetten en ik nooit meer op mijn voet kan wandelen, dan ga ik deze voet ook breken. En dan breek ik gewoon mijn twee voeten en dan ga ik zonder benen door het leven. Ik weet ook niet wat ik nu moet doen. Het doet fucking veel pijn. Ik ben al een paar keer op en van de trap moeten gaan om ijs in de koelkast te leggen. Weet je hoe ik van de trap ga? Weet je, er is maar één manier hoe ik van de trap kan gaan. En het probleem is eigenlijk echt niet van de trap gaan. Het probleem is naar boven gaan. Dat lukt gewoon echt niet. Dat gaat nog. Naar beneden gaan is gewoon nog makkelijk. Niet makkelijk. Het doet ook pijn aan mijn kont en zo. Maar het kan wel. Als ik naar boven wil gaan, dan moet ik op één been springen. Dus ik weet niet of jullie weten wat ik dan moet doen. Maar dan moet ik dus op één been staan. De hele tijd springen. Weet je hoe fucked up dat is? Oké, there we go. Kutzooi. Jij bent echt kut, jij doet echt geen hol. Maar daar kan jij ook niks aan doen, sorry. Oké, nog een paar. We got this. In één keer. Oké, ik sta hier echt als een Mogol. En als dit mislukt, dan is mijn andere been ook al de klote bijs. Oh, kutzooi. We did it nice. En het jammer was dat ik gisteren om 1 uur 's nachts thuis ben gekomen met die fucking pijn in mijn voet. De meeste van jullie hebben het waarschijnlijk wel gezien op Instagram dat ik zo'n kleine video gemaakt waarin ik zei dat ik denk dat ik mijn enkel had gebroken. Ik denk dat ik mijn enkel heb gebroken. Dat net ben ik gaan skateboarden. Kijk naar deze enkel, die is zo dik daar. Deze is super dun. Super dik.
What the fuck? En iedereen in mijn huis was aan het slapen. Dus hoe de fuck moest ik naar boven gaan? Ik heb gewoon iedereen wakker geschreeuwd toen ik thuis kwam. En mijn mama is naar beneden gekomen, heeft een dikke flip op mij gekregen. Ik denk niet dat er iets keerde op dat moment dat mijn voet gebroken was. Of gescheurd of gestuikt, weet ik veel. Het keerde daar echt niks. Nu hoop ik dat ik mijn voet niet heb gebroken, want anders ga ik echt doodgaan. Voor de rest, ik ga binnenkort naar Nederland om een pedo op te pakken of te slaan of neer te steken. Ik weet het nog niet goed. Dan ga ik samen doen met Ryan van Hoenagis. Er komt morgen nog een update video online over dat onderwerp. Voor de rest ga ik nu hopen dat ik niet doodga en dat mijn voet niet open barst of zo. En straks ga ik naar de dokter. En mijn haar is echt super gay. Maar dus op Instagram en op Snapchat kunnen jullie waarschijnlijk wel volgen waar mijn voet is. Hopelijk moet hij niet in gips of zo. Hopelijk kan ik ook gewoon weer skateboarden op het einde van deze week. En tot die tijd ga ik gewoon iets anders moeten zoeken. En misschien is dit wel de oplossing, een beetje fingerboarden. Het enige vervangende waarde is om mijn skatepassie een beetje in leven te houden. Dus we gaan skateboarden op, ja, weet ik veel. Op deze mini rail. Deze mini rail is gemaakt voor het fingerboarden. Ik ga me gewoon moeten inbeelden dat dit een normaal skatepark is of zo en dat ik aan het skateboarden ben. Er is ook echt zoiets dat ik veel te snel beu ga worden. Ik weet niet of er mensen zijn van jullie die een beetje fingerboarden. Maar ik heb dit vroeger heel veel gedaan en ik kan het niet meer zo goed, maar oké. Ik probeer ook gewoon de tijd een beetje te doden door dit te doen, maar... Ja, I know. En het is beter dan fidget spinners. Maar het is niet hetzelfde als gewoon skateboarden, snap je? Dus jullie moeten even wachten op nieuwe skatevideo's. Want ik heb mijn enkel gebroken. Of video's maken voor jullie waarin ik skate in een skatepark die super klein is. Dus totdat ik weer op mijn enkel kan staan, komen er even geen skatevideo's. Ik kan naar het skatepark gaan met mijn enkel en proberen te skaten. Als ik terugkom van het ziekenhuis en hij is gebroken, dan moet hij in het gips. Dan kan ik sowieso niet skaten. En als hij is gescheurd, als ik een paar spieren heb gescheurd of zo, dan gaan ze niet in het gips doen, maar dan moet ik gewoon rusten. Want als ik dat zou gaan skaten met mijn voet waar er een gescheurde spier in zit, en ik sla hem nog eens om of ik doe er iets mee die nog fokt op er is, ben ik echt fokt. Als je twee keer iets scheurt in hetzelfde leven, of ik weet niet eens of dat klopt. Ik ga misschien niet naar school, maar ik weet als dat gebeurt, dan ben je echt volledig de lul. Dus dat mag niet gebeuren. Dames en heren, steun mij door een like te doen. Per like wordt de pijn en mijn voet echt gekort met één dag. Dus per like gaan we sneller skateboarden. En niet hopen dat ik ooit naar de kapper ga. Zo ba! Nu speciaal voor de mensen die denken dat ik een fake box logo heb gekocht. Eerst de tags hier. Je hebt deze. En aan de achterkant heb je ook nog shit. En hier heb je de binnenkant van de box logo. Om te zien dat die gewoon normaal gestitcht is. En dat gewoon normaal is. Deze komt uit 2016. Voor de rest is dit ook gewoon de Supreme Wall aan mijn muur. Hey. Zo, dames en heren. Tot de volgende video. Die komt morgen. Bye.